Hebben jullie een beetje die oneenigheid gevolgd tussen die Derksen en die Pieter Koblenz? Weet je wel, die gozer met die kale kop, weet je wel, die een beetje zo eivormig oploopt. Hij was de baas van de militaire inlichtingen en de veiligheidsdienst. Ja, die Koblenz, ja. Nou, die kwam eventjes een paar dagen geleden even die Derksen in Vandaag Inside even de maat nemen. Die kwam hem eventjes op zijn plek neerzetten over dat Johan had gezegd dat Israël, die ging nu helemaal die Gazastrook plat bombarderen. En het was een schande en het kon helemaal niet wat Israël deed. En noem het allemaal maar op. En een humanitaire ramp gaat zich voltrekken. Enzovoort. En toen kwam die Koblenz. En Koblenz, die kwam eventjes vertellen. Die zei, nou ja, die Derksen, dat leutert maar wat. Daar kwam het een beetje op neer. Want hij zei, die Israëli's, die kunnen dat met precisiebombardementen, kunnen ze precies die bommen neerleggen waar ze willen. En die gaan echt geen burgers doden of raken. Nee. Daar zullen er wel een paar doden vallen. Dat kan gebeuren. Maar in principe gaat dat met die precisiebombardementen niet gebeuren. De dag daarna ging die Derksen weer eventjes, die kwam even terug. Ja, op die Koblenz. En ja, toen was Koblenz er niet meer. En toen zei hij van, ja, die Koblenz die zit maar te raaskallen en dit en dat. Ik geloof dat helemaal niet, van die precisiebombardementen. En toen, ja, toen koos ik toch een beetje de kant van die Koblenz. Want ik dacht van, ja, Johan, dat is nou niet zo sterk. Nu die Koblenz er niet meer bij is. Want de dag daarvoor, toen had je even niks te vertellen. Nou goed. Ja, en wat gebeurt er nu? Ik zit de krant te lezen, vrienden. Ja. En dan, wat zie ik dan allemaal? Dan zie ik, er zijn al in die Gazastrook 447 kinderen gedood. Ja, inderdaad. Ja. En er zijn al 338.000 mensen dakloos in de Gazastrook. Ja, gewoon huis kwijt. Er zijn al 2.500 woningen. Zijn er helemaal verwoest. Gewoon, door al die bombardementen. Ja, noemen we dat dan precisiebombardementen? Ja, zou die Derksen dat toch gelijk hebben?